De regering werkt eraan om een houtconcessie in Pikin Saron in te trekken, zonder dat er een rechtszaak hieraan wordt gekoppeld, zei minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer gisteren in de Nationale Assemblée. Forswijk liet weten opdracht van de president te hebben gehad om samen met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht juristen en concessiehouders aan tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen over hoe de concessie in te trekken. De regering kwam tot dit besluit naar aanleiding van het incident van 2 mei op Pikin Saron. De concessie, die moet worden ingetrokken, bevindt zich voor 25% in Para en voor 75% in Brokopondo. Daarom gaat SBB samen met de concessionaris proberen om tot een oplossing komen om het in te trekken. Want we willen rust. U en ik willen allemaal rust. Dus daarvoor gaan we. Dat proces is al gestart bij SBB. Maar minister, voor mijn eigen oriëntatie, wanneer is dit recht uitgegeven en wanneer hebt u het verlengd? Dat heb ik niet zo bij de hand, maar het is verlengd vorig jaar juli. 26 juli 2022 is het verlengd voor 5 jaren. De bewindsvrouw gaf ook aan dat bij het aantreden van deze regering er een besluit genomen was om geen nieuwe houtkapconcessies uit te geven. Echter is er vorig jaar op verzoek van de president toestemming verleend voor het verlengen van enkele concessies, zodat de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en productie gestimuleerd kon worden. De minister gaf te kennen dat haar departement de hulp nodig heeft van het parlement, vooral wanneer het gaat om het uitgeven van concessies of gronden dichtbij woon- en leefgemeenschappen van inheemse en tribale volken. Echter zou het ministerie zich nog meer gesterkt voelen wanneer er wet en regelgeving voorhanden is, zodat zaken niet indruisen tegen de rechten van de gemeenschappen. GBB juicht daarom de behandeling van de wet collectieve rechten in heemse en tribale volken toe. Als departement, als regering, maar meer nog als samenleving zijn we erbij gebaat dat voldaan wordt aan internationale verdragen in belang van het inheemse en tribale volk. Forswijk presenteerde een overzicht van concessies of gronden die zijn uitgegeven in inheemse dorpen. In 10 dorpen zijn er geen concessies uitgegeven. Echter zijn er in het gebied rond het dorp Hollandse Kamp wel gronduitgiftes gedaan. De regering werkt eraan om ook deze gronden in te trekken.